Zullen we maar bakken dan? Nam 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 nam! Mini marshmallows gaan. Ja. Kunnen we discapanten maken? Heel chill. Je maakt het zo heerlijk uit. Ja! In deze videoserie gaat Rowan op zoek naar de crème de la crème onder de studentengerechten. Hij gaat daarvoor elke week langs bij een stel andere studenten. Wat drijft ze? Wat vinden ze nou eigenlijk lekker? Maar nog belangrijker, wat gaan ze koken? Dit is de Hans en Mac Studenten Kookshow. Hallo en welkom bij alweer de tweede aflevering van de Hans en Mac Studenten Kookshow. In deze videoserie gaan we elke week op pad bij een tweetal andere studenten om wat lekkers te koken. En vandaag gaan we weer een subliem sterrengerecht assembleren. Samen met... Jos. En... Mark. En wat gaan we voor lekkers koken, jongens? Pannenkoeken. Maar niet zomaar pannenkoeken. Meerdere pannenkoeken. Lekkere pannenkoeken. Nou, laten we maar beginnen, jongens. Zeker! Zin in! Wat gaan we doen? Nou, jongens, dan ben ik heel erg benieuwd wat voor ingrediënten ik voor jullie vanmiddag gekocht heb. Dus laat me horen. Daar staat het. Pannenkoekenmix. Stroop. Ontbijtspek. Melk. Geraspte kaas. Is het rapsen? Om koekjes en kaas te rapsen. Kak, nee. Niet meer slag. Ook niet beeld. Denk je beter gewoon neer kan zetten. Poedersuiker. Ja. Yeah. Rode ui. Dat ding waar dokters niet tegen kunnen. Rode paprika. Bosbes. Een lekker brietje. Gadverdamme, op een pannenkoek. Last but not least. Marshmallows. Op een pannenkoek? Ze hadden geen chocolate chip chocolaatjes bij de supermarkt. Ja. Dus in ruil daarvoor heb ik mini marshmallows gehaald. Ja. Kunnen we discapannenkoeken maken? Heel chill. We hebben ook nog eieren. Scharrel. Scharreleieren. Dit is scharreleieren. Stap 1. Wij maken het beslag. Heb jij een maatbeker? Ja, daar. Mag ik die maatbeker van jou, kaak? Nee, de helft van de melk. Ik geef die helft. Dus 400. Okay. 400. Mmm, ja, lekker, oh, joh. Heerlijk. Dan nu de eieren en 400 ml melk. Voeg de rest toe. Kun je dat met één hand? Zo, jongen, Gordon Ramsay. Ja, lekker, man. Mark, fix die garde even. Hoezo moet ik die garde fixen? Dit gaat toch hartstikke goed? Weet je, we blijven student, dus hè, het niet alles kan perfect zijn. Doe Mark stap 2, anders ben ik twee keer achter elkaar. Kom jij maar even hier. Wat kan ik voor je betekenen? Zeg maar stap 2. Stap 2! Wat is stap 2? Snij de ingrediënten. Dingen die gesneden moeten worden, gaan we nu snijden. Appeltje ook doen? Ja, gaan we doen. Appeltje ook doen. Dit is fancy. Een mandolin. Ja. Mandolin? Hoe snij jij een brief, vriend? Ja, maar we moeten toch geen plakjes voor de... En dit kan iedereen... Lekkere reep. Gewoon thuis, hè? Kan iedereen het gewoon thuis? Dit kan iedereen gewoon thuis. Lekker, maar hoe moet je dat dan doen? Dit is stap 3, toch? Zullen we stap 3 doen? Iedereen 1. Dan zijn we met z'n 3, 3. Ja. Stap 3. 3. Bak de pannenkoeken met alle willekeurige ingrediënten. Zullen we maar bakken dan? Nam 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 nam. Ja, lekker. En nu zijn jullie vast benieuwd wat voor pannenkoeken we gaan bakken. Ja. Dus ik heb het lijstje hier voor me. Jos, kun jij voorlezen wat voor pannenkoeken we gaan bakken? Gehapste kaaspannenkoek. Appel en kaneel. Maar de chocolate chips, dat wordt een disco pannenkoek. Disco party! Woehoe! Oh, oké. Nou, zullen we beginnen met bakken? De eerste pannenkoek, die? Mislukt. Hebben jullie ook je handen gewassen voor het koken? Nee, tuurlijk niet. Hoppa! Ja? Brie erop. Nee, nu niet. Gadverdamme. Dat lijkt me echt heel erg lekker. Wie heeft dit zo gesneden? Als je zo doet, en hem dan nog één keer dipt zo, dan druipt hij. Amper. Amper. Ja, laat maar zitten. Bij soep werkt het wel. Ik doe nu de appel erin. Prima. Nog een keer, want die andere kant moet erop. Er vliegt zelfs een appel uit. Those are the real pancakes. Zo'n... Oh, kijk. Dikke unit. We gaan lekker nu de currypannenkoek maken. Met maar er moet ook nog curry op, toch? Of dat komt op het laatst? Ja, dat komt op het laatst. Oké, okay. Ik ben heel benieuwd hoe dat smaakt. Volgens mij zijn we al te laat. Kijk eens, dit komt die, echt... Die disco pannenkoek is altijd zo lekker. Dit is zo chill voor die pan, denk ik. Komt dit goed, ja, denk je? Dit ziet er heel erg lekker uit. Komt dit goed, denk je? Oh, heerlijk! Heerlijk, jongen. Heerlijk. Kaas met pannenkoekbeslag. Bosbes in die pannenkoeken. Fantastisch idee.
Oh, heerlijk. Dit is echt... Gast, je maakt er zo'n heerlijk van. Uit. Kijk wat er tegen is. Gast, jongen. Nee. Hij zit aan de verkeerde kant. Ja! Hey! Lekker, man. Heerlijk. Mark die heeft zijn koksmuts over zijn ogen heen. En ik ga zeggen links of rechts. En Mark mag dan bepalen welk van de ingrediënten op deze heerlijke feestelijke kutpannenkoek gaat. Links of rechts? Links. Oké. Okay. Links of rechts? We gaan voor rechts dit keer. Oké, okay. Dan gaat er ui bij. Oh nee, dan gaat er ui bij. Nee, dan gaat de kaas bij. Links of rechts? Rechts. Gaat er paprika bij. Mark, links of rechts? Links. Oké. Okay. Nou, dat is een heerlijke pannenkoek. Ja, dan ga je zo lekker opeten. Ik kijk er nu al naar uit. Gadverdamme. Ja. Nou, ik ben benieuwd. Heerlijk. Wat heb je gedaan, joh? Ik ga eten. Gadver, maar je hebt die hele, die volledige disco remix pannenkoek met stropen. Ja? Nou, lekker. Eet smakelijk. Eet smakelijk? Nee, ik heb een curry op. Steeds ook niet verkeerd. Nee. Wat een fantastisch idee, zeg. Wat lekker. Maar hoe is die van jou dan? Ja, lekker. Nou, hou op, man. Dan kan het niet tevreden zijn. Nou, prima te doen. Man! Nou, vriendjes, dat was lekker, of niet? Fantastisch gegeten, echt. We hebben weer wat heerlijks neergezet. Heerlijke ingrediënten, vers, heerlijk, lekker smullen. Mm. Hoe vonden jullie zelf dat het ging? Vraag ik altijd even. Ik vond mijn remix pannenkoek echt het hoogtepunt van vanavond. Nou, sluiten we daarmee af. Dan wil ik jullie allemaal bedanken voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei! Doei!